ben 21 jaar geleden uitgezonden geweest naar Bosnië, Srebrenica. Daar heb ik ruim 6 maanden gewerkt voor de Verenigde Naties. En uiteindelijk is dat hele enclave, die is onder de voet gelopen door de Serviërs. En er zijn 1000 moslimmannen vermoord. En wij konden daar niets tegen doen. Dat is een verschrikkelijk trauma geweest en nog steeds. En direct na terugkomst in Nederland zijn bij mij rugklachten ontstaan, spierklachten. Daarnaast had ik ook heel veel psychische klachten. En 10 jaar later had ik mijn eerste depressie, slaapstoornissen. En de spierklachten werden ook steeds erger. Heel veel behandelingen gehad bij verschillende therapeuten. En niets hielp, of het hielp maar tijdelijk. En slaapmedicatie gekregen voor tijdens mijn depressies, want dan was het echt heel erg. Dan sliep ik maar 3 uur per nacht ongeveer. Gaandeweg is het door veel behandelingen en de psychische klachten is de druk is afgenomen. Maar de slaapproblemen keerden wel met regelmaat terug. Vooral als het heel druk en hectisch was of is. Dan komt dat terug. Dan ligt dat gewoon op de loer. Dat is een dingetje geworden bij mij. En de spierproblemen zijn er ook altijd. Die zitten op mijn hele rug. Van boven naar onder doet het altijd pijn. Is het altijd een zeurende pijn. Dit voorjaar eigenlijk ben ik door een kennis van mij op het gebruik van Alvastim gewezen. Voor mijn slaapproblemen. Hij zegt, nou ja, af en toe lig jij wel periodes lang wakker. Ga dat eens proberen. En hij gebruikt het zelf ook. En toen ben ik dat eventjes gaan nakijken op de site. En ik heb gegoogeld over ervaringen. En toen kwam ik erachter dat er ook een Alvastim M was voor mijn pijn. En die ben ik toen gaan gebruiken. En na ongeveer een week merkte ik al dat ik beter ging slapen. Sneller in slaap viel, beter doorsliep. En de pijnklachten zijn afgenomen van cijfer 8 naar 6. En het zal altijd wel blijven. Ik hoop dat het nog iets minder wordt in de toekomst. Maar ik ga er niet helemaal van uit dat het helemaal weggaat. Maar dit is al een hele verbetering. Voordat ik de Alvastim gebruikte, had ik wel last van terugkerende slaapproblemen. En dat kon dan zeg maar gewoon 2 maanden wel goed gaan. En daarna had ik een week of 2 weken dat ik heel slecht sliep. Ja, en als ik dan 1 nacht slecht slaap, dan ben ik dan gelijk angstig voor de volgende nacht. Ik denk, oh, als ik nou weer goed slaap, want morgen heb ik zoveel te doen. En door het gebruik van de Alvastim is die angst veel minder geworden. Waardoor ik het wat makkelijker kan loslaten en eerder inslaap. Het is allemaal wat stabieler geworden. Het hele slapen. Slaap-issue is wat minder geworden. Ik zou er niet meer buiten kunnen. Ik zou ik hem echt gaan missen. Ja, het heeft mij veel stabiliteit gebracht. Veel meer rust. Ik heb het gevoel dat ik veel meer aan kan. Omdat ik dus ook wat rustiger slaap. Wat minder angst daarvoor heb. Ja, en als je goed slaapt kan je de hele wereld aan natuurlijk. En ja, het heeft me op heel veel vlakken heel veel gebracht. Ik ben wat meer gestructureerd in mijn dagelijkse dingetjes. Ja, een wat relaxter leven.